Welkom allemaal, vandaag de Yin Yang Oracle Deck en de Easy Tarot, mijn allereerste tarot deck. Vaste kijkers weten dat wel. Dankjewel dat je er weer bij bent. Leuk, alle positieve reacties. De mensen die zich hebben geabonneerd op mijn katten en kittens kanaal, maar ook de vele nieuwkomers op dit kanaal en op al mijn andere tarot en healingskanalen. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Wil je graag een persoonlijke reading? Dan kan dat. Dan kan je me mailen op philomenita@hotmail.nl. Vandaag een piramide reading. Heb ik zelf verzonnen. Dus als iemand dit ook nadoet, dan weet je dat ik degene ben die dit ooit verzonnen heeft. Advies. We gaan eens kijken, wat is er aan de hand binnen het collectief? We hebben een façade door een bepaalde schild, door een bepaald masker op te zetten. Ben jij misleid geweest of heeft de ander jou misleid? En nu heeft iemand spijt van het beeld wat zij van zichzelf hebben gevormd naar jou toe. En willen dat rechtzetten. Deze persoon denkt dag en nacht aan je, heeft zich geïsoleerd. Deze persoon wil graag een connectie met je, voelt een hele sterke soulmate band. Het kan zijn dat deze persoon al een connectie heeft waarbij ze een kind hebben of een pasgeboren kind. Maar voelt die sterke connectie en hebben zich een beetje dom gedragen, zoals Maxima het zou zeggen. Een beetje dwaas. Deze persoon wil met je gaan communiceren, naar je toe komen. Deze persoon kan jou op je noordnodenpad neerzetten, daar waar jij behoort te zijn. Deze persoon die verlangt naar jou, omdat jullie op dit moment geen contact hebben met elkaar. Wat mogen we weten over die façade? Iemand heeft zich op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde masker laten zien. Wat niet overeenkomt met hun ware aard, hun ware gezicht. En daardoor kwam er karmische gerechtigheid. Jij keek daar doorheen. En je had zoiets van, dat wil ik niet, ik hou niet van spelletjes, ik weet niet wat die persoon nog meer te verbergen heeft. Ik voel dat dit niet legitiem is, dus ik trek me terug. En sindsdien kan die persoon jou niet vergeten. Ze zien jou als liefdevol, in balans, weet wat je doet. Een volwaardige partner hoor ik. Wat mag ik weten over familie, home, commitments? Ja, zij willen een nieuwe start met je en ze willen eigenlijk een connectie met je opbouwen. Ze hebben het gevoel van dit is mijn ware soulmate. Ik wil met jou verder. En binnenkort willen ze bericht komen brengen. Of een bericht sturen over dat ze naar je toe willen komen. Want ik zie, ik heb hier ook travel. Deze persoon wil op een sneaky manier naar je toe komen. Dat krijg ik bij deze kaart door. Dat is de zes van zwaarden. Normaal is het in rustig vaarwater komen. Maar bij dit deck, hè, omdat het ook 's avonds is, wil deze persoon op een sneaky manier met je converseren. Het kan zijn dat zij zelf in een relatie zitten of dat jij in een relatie zit. Deze persoon is op jouw pad gekomen om jou op je noordknoop richting te brengen. En het kan zijn dat jij nu daaraan twijfelt. Twijfelt of deze persoon wel de ware voor je is, omdat ze dat masker hebben opgehad en opgehouden hebben.
wat geleid heeft om voor jou te beslissen om dit achter te laten. Maar deze persoon is niet voor niets op jouw pad gezet. Heeft met jou nooit noden te maken in noordknoop. Deze persoon verlangt naar je nu dat je de connectie hebt verbroken. Ja, het was uit evenwicht deze connectie. En je had zoiets van, ik wil niet bespeeld worden. Je hebt misschien daar wel vaker last van gehad. Je hebt je buik daarvoor vol. Je zag de rode vlaggen. Je zag die persoon heeft een masker op. Je voelde ook van, er was iets wat niet eerlijk, oprecht of niet echt was. En toen heb jij er een punt achter gezet. Het advies. De waarheid komt in goddelijke timing. Dus de waarheid komt boven water. Want we zagen hier al berichtgeving en reizen. Dus deze persoon gaat uiteindelijk jou een bericht sturen. Of ze zeggen van, hey, ik ben in de buurt. Kan ik naar je toe komen? Bepaalde toxiciteiten en patronen, die wil jij niet meer. Wat ik net zei van, je hebt je buik vol van players of je hebt je buik vol van zaken die uit evenwicht zijn. Of je hebt je buik vol van mensen die een masker dragen, die niet oprecht of niet eerlijk kunnen zijn. En door die masker, door die bril, hè, door die illusie die gewekt is, is er natuurlijk heel veel verwarring ontstaan. Heel veel ruis. Want jij had zoiets van, ik voel gewoon dat deze persoon niet oprecht is. Hè, door die façade, door dat masker wat zij op hadden. Wat mogen wij nog meer weten hierover? Er moet een bepaalde toxiciteit, een obsessie. Misschien zijn er wel zaken die niet gezond zijn waar deze persoon in terugvalt. Kan drinken zijn of andere dingen. Die moeten eerst worden geheeld, eerst worden losgelaten. Eer dat jullie met de zeven van munten voorzichtig een nieuw begin kunnen creëren. Maar door die façade, door die bril, door die illusies, stagneerde de boel. En ja, kwam er karmische gerechtigheid. Wat mogen wij nog meer weten? Er is liefde. Er komt ook een liefdesaanbod aan. Iemand wil een reunie, want die voelt die sterke connectie met je. Ik zei het al, dit is een sterke soulmate. En dan sta jij voor de beslissing, ga ik wel of niet hiervoor? Hè? Misschien is je vertrouwen wat geschaad. Wat mogen we nog meer weten? De persoon komt stiekem naar je toe. Weet dat deze persoon heel veel moed verzamelen om jou die waarheid te vertellen. Deze persoon zat in zijn of haar schaduwzijde, vandaar ook die duivel hier. En deze persoon houdt vast aan zijn zuidknoop en moet dus ook los. Want jij moet richting je noordknoop en dat wil je doen, maar daar heb je nu twijfels over omdat deze persoon een masker droeg. Maar deze persoon wil niet losraken van zijn of haar zuidknoop. En die moet daar ook los van raken. Dus jij, als er een interactie komt, als jullie gaan samenwerken. En dan heb ik het nog ineens over dat liefdesaanbod. Als jullie puur gaan samenwerken, al zou je met elkaar alleen een vriendschap hebben en je gaat samenwerken. Dan komt deze persoon los van zijn zuidknoop. En die gaat dan meer naar zijn noordknoop. En jij gaat ook meer vanuit je noordknoop dingen doen. Wat mogen wij weten over die duivel?
deze persoon doet te veel partying, doet te veel drinken, te veel uitgeven, heeft misschien een gat in zijn of haar hand. Dat mag minder. In de herfst, dat kan zijn dat het in de herfst al begonnen is of dat. We zitten nou. Zitten we al in de herfst of niet? Weet ik eigenlijk niet. Bijna, of net wel of nog net niet. Een van de twee. Maar in de herfst zal deze persoon aan zichzelf gaan werken, achter de oren krabben en vervolgens jou duidelijkheid gaan geven. Maar ja, je zat in een impasse, hè, met die gehangende, want je kon niet verder omdat de persoon niet oprecht was, droeg een masker. Om wat voor reden dan ook, maar dat zal je dan wel horen als deze persoon naar je toe komt. Of met je gaat communiceren. Maar deze persoon gaat jou vertellen dat jij hun wensvervulling bent. En willen bepaalde toxiciteiten los gaan laten. En komt met een bepaald aanbod. En dan is het aan jou of je daar op ingaat, ja of nee. Onderaan het dek hebben we de magier. Dus jij hebt dit zelf gemanifesteerd, want jij zit nu in je zuidknoop en je moet naar je noordknoop. Deze persoon kan jou die noordknoop mogelijkheden bieden. En die ander, die zit nog ook in zijn of haar zuidknoop. En jij kan waarschijnlijk die persoon meer naar zijn of haar noordknoop brengen. Het hebben we hier over de Divine Masculine. Alleen moet deze persoon door zijn schaduwzijde heen. Dat zie je hier ook, dat donkere. En daar heb jij voor gezorgd. Omdat je zag van deze persoon heeft een masker op, deze persoon is niet oprecht. En met die maankaart heb jij wat gevoelens losgemaakt, angsten, zaken die deze persoon moet aankijken, zodat ze uiteindelijk jouw kant uit kunnen komen. He, ze moeten aan zichzelf werken. En jij kwam prima voor jezelf opkomen, kwam prima voor jezelf zorgen, maar de ander duidelijk niet. Ook dat is iets waar die Divine Masculine aan mag werken. Deze persoon is koud en afstandelijk geweest. En kregen in principe een koekje van eigen deeg. Terwijl jullie heel veel passie voor elkaar voelen. En er komt uiteindelijk met deze aas van kelken ook een nieuw begin. Een nieuw begin van liefde. Je ziet hem hier al liggen. De Venus offer. En het is afwachten of jij het idee hebt van ik kan deze persoon geloven en die persoon die laat ook inderdaad zijn of haar toxiciteiten los. En of dit inderdaad jouw wensvervulling is of dat er misschien nog meer aangekeken moet worden of dat er nog meer geheeld moet worden. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.